Komende zondag speelt AZ in eigen huis een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Die wedstrijd stond in de Eredivisie 42 keer eerder op het programma. Daarvan wist AZ 16 keer eerder met de winst naar huis te gaan en het werd 14 keer gelijk. Van de laatste 5 ontmoetingen won AZ 3 keer en speelde het 1 keer gelijk. Voor de laatste overwinning keerden we terug naar het seizoen 2016-2017, voordat de Eagles naar de Eerste Divisie degradeerden. Door doelpunten van Jaan Baks en Weghorst won AZ toen met 3-1. Van de eerste 6 wedstrijden die Go Ahead dit seizoen speelde, won het 2 keer. Wat weet je van de tegenstander? Nou, dat ze tegen PSV wel een aardige wedstrijd hebben gespeeld, heb ik zo gelezen en op de beelden teruggezien. Dus interessante wedstrijd gaat het worden sowieso. Het is natuurlijk een promovendus, maar wel inmiddels al wat meer ervaren in de Eredivisie. Met, wat ik zeg, een behoorlijke partij tegen PSV hebben gespeeld. Dus ja, zondag gaan we het weer zien. Ja, waar liggen de kansen zondag? Nou, dat zal nog even moeten blijken. We hebben nu vandaag gaan we ons echt goed verdiepen in Go Ahead Eagles. En, we komen natuurlijk vanuit een kort nachtje als het gaat om de wedstrijd van gisteren. Maar aan het einde van de dag hebben we alle zaken alweer in kaart gebracht voor die wedstrijd. Ja, dan heb je eigenlijk 2 dagen, hè, tussen de 2 wedstrijden. Wat ga je dan precies doen om je voor te bereiden op Go Ahead Eagles? Nou, vandaag staat een teken van herstel. Wat ik al zeg, we hebben een korte nacht achter de rug met een helaas slecht resultaat voor ons. Nu vandaag herstellen, morgen dan weer het veld op. En dan nemen we wat accenten mee vanuit de wedstrijd die we dan verwachten. En dan moeten we weer klaar zijn. Ja, hoe kan je dan dat resultaat van gisteren omdraaien richting iets positiefs aanstaande zondag? Ja, je hebt geen keus. Je zit in een situatie waarin negativiteit natuurlijk behoorlijk op de loer ligt. En overigens ook heel begrijpelijk, want we presteren op dit moment ondermaats. Maar aan ons als spelersgroep samen met de staf om toch de focus te houden op dingen die we goed doen en moeten aanscherpen. Zodat we wel goed voorbereid zijn voor de volgende wedstrijd. Ja, is het bijvoorbeeld fijn dat je zondag thuis speelt? Je hebt nu 2 uitwedstrijden gehad, zondag weer het eigen publiek. Helpt dat? Hoe fijn is dat voor je? Nou, het helpt altijd als je de steun van je eigen mensen hebt, natuurlijk. En daar hopen we ook op voor komende zondag. Ondanks het feit dat we op dit moment als team minder presteren. Dus we hopen echt op die steun. En laat duidelijk zijn, we hebben de mensen ook gezien gisteren in Enschede. Een kleine groep die in het stadion zat. Dus de steun van de buiten of van onze supporters, die is er gelukkig altijd. Maar in grote getale op zondag, hoop ik. Ja, is verder iedereen fit uit de strijd gekomen gisteren? Ja, dat zal vandaag even moeten blijken. De jongens die zijn nu bezig met de medische staf en met preventie. En straks krijg ik dan alle resultaten ervan. Ja, Aslak Witry was er gisteren niet bij. Verwacht je die wel terug zondag? Moeten we even bekijken. Hij was behoorlijk ziek in aanloop naar deze wedstrijd toe. Vandaag nog niet op de club. Dus we gaan even goed kijken wat er voor Witry haalbaar is. Ja, je komt een oud pupil tegen bij Go Ahead Eagles, Joris Kramer. Ja. Is dat nog iets wat leuk is voor jou als trainer, dat je oude jongens tegenkomt die dan nu daar spelen? Ja, natuurlijk. Joris heb ik hier ook meegemaakt bij AZ. Maar de laatste wedstrijden zitten vol met oud pupillen van mij. Zowel bij PSV als gisteren bij Twente ook, met Ricky van Wolleswinkel, jaren bij me gehad. Dus ja, dat is altijd speciaal om de jongens weer te zien. Dus dat zal met Joris niet anders zijn.